Ja, dat is toch een beetje met internationale teams. Ja, jongens, praat even gewoon door. Eventjes, dus een belangrijk moment. We zijn begonnen volgens mij. Dus vertel We hadden het over de verdediging van Italië. Dat we echt gefascineerd zijn. Ja, wij delen dat, gelukkig. Ja. Jij wat minder, begrijp ik. Ja, als er iets is waarop ik een reden heb om in de Ierse pub te gaan kijken, dan ga ik. Maar die is afgelopen zondag vervallen. Er zijn weinig IJslandse pubs. Ja. Hey, maar laten we beginnen als we begonnen zijn. Dat lijkt me een goed idee. Welkom bij Topnames, welkom Laurens Waling. Je bent van Pardup. Dankjewel. Wat doen jullie? Pardup is een marktplaats voor teamwork. Dus als je een idee hebt wat een team nodig heeft, meerdere teamspelers, dan zet je dat bij ons op de site. En wij matchen jou met teamleden van binnen en van buiten je organisatie. En ik heb zelf altijd het gevoel, als je een team formeert, of het nu bijvoorbeeld over het voetbal hebben, waar we net over hadden. Ja, is een team iets wat je van buitenaf kan formeren? Ik heb het heel erg gevoeld, het gaat over persoonlijkheden die bij elkaar moeten passen, natuurlijk de vaardigheden. Ja. Maar hoe kun je dat van buitenaf doen? Ja, ik vergelijk het heel vaak met een datingsite. Uiteindelijk is de relatie tussen twee mensen natuurlijk gewoon een menselijke klik. En dat geldt ook in een team. Dus het gaat om persoonlijke factoren, vertrouwen die het succes van een team bepalen. Maar een datingsite kan wel heel erg helpen in de keuze faciliteren en suggesties doen wie er op basis van een slim algoritme bij elkaar in het team passen. En dat is wat wij doen. We doen voorstellen dat mensen met elkaar kunnen snuffelen of ze in een team horen. Ja, dus dat jullie de Tinder van de teams worden genoemd, dat stoort jou niet? Dat klopt wel. In die zin, het gedachte van een datingsite op teamniveau op werken toe. Lekker oppervlakkig. Nou, oppervlakkig natuurlijk niet. Het gaat wel wat dieper. Je kiest mensen die er een beetje leuk uitzien en in de hoop dat het wat wordt. Ja, nou ja, uiteindelijk is foto heel erg belangrijk. Daarom zeg ik ja, in de hoop dat het wordt. Het is natuurlijk wel heel serieus. Het gaat over serieuze klussen die je online zet, waarbij je echt gewoon een project wil klaren. Misschien al een aantal mensen op het oog hebt die denkt, die nodig ik uit om in een team te gaan. Maar ook wil laten verrassen door andere mensen die reageren, die zowel van binnen als van buiten jouw organisatie kunnen komen, om jouw project te kunnen bemensen. Ik zou het wel leuk vinden, dat je het zo team samenstelt, vind ik eigenlijk wel een aantrekkelijk idee. Dat je gewoon denkt, die is leuk, die ziet er goed uit, die wil ik in mijn team. Ja, wat zou nou de reden zijn voor dan wel iemand met een idee, of iemand in een organisatie die een tijdelijk project heeft, om dat via jullie te doen en niet op de, laat ik zeggen, normale manier om een team samen te stellen, namelijk dat je al twee mensen hebt, of drie, of één. En dan ga je netwerk eens kijken wie erbij zou passen. En omdat je dan altijd de usual suspects krijgt. Je krijgt dan altijd de mensen waarmee je al vaker samenwerkt. Maar we waren het er net over eens dat de Italiaanse verdediging op dit moment zo sterk is. Omdat ze heel goed op elkaar zijn ingespeeld en dus de usual suspects. Zeker. Dus er is ook niks mis met regelmatig met dezelfde mensen samenwerken en een goed ingespeeld team zijn. Maar je moet wel elke keer even kijken van wat is onze uitdaging die we hebben en wat voor type mensen hebben we nodig. Je speelt niet altijd voetbal, je speelt ook andere sporten. Ja. En dan is maar de vraag of je... Maar dingen als vertrouwen, evident heel belangrijk in teams. Dat je weet wat je aan elkaar hebt, dat je wat voor elkaar over hebt, etcetera. Dat bouw je. Dat is er niet. Ja. Dus als jij met een algoritme wat mensen bij elkaar selecteert, die dan volgens een project moeten gaan doen, dan gaat, lijkt mij, heel veel tijd overheen voordat die in een werkende modus komen. Nou, dat kun je wel versnellen, doordat je heel transparant maakt wat de profielen en de achtergrond van die mensen is, hun beoordelingen bijvoorbeeld op eerder teamwork. Maar ook doordat we werken met het concept van tribes. En tribes zijn eigenlijk groepen mensen, communities, stammen, die elkaar al vertrouwen. En binnen zo'n tribe kan er een match ontstaan voor een team, dan is dat vertrouwen al veel sterker aanwezig. En eigenlijk zijn de klassieke organisaties zoals we die kennen ook al de eerste vormen van tribes. En die zijn we aan het transformeren om de hiërarchie los te laten en zichzelf veel meer als een zwerm te gaan organiseren in die tribes, zodat die teams binnen die tribes kunnen ontstaan en dat vertrouwen als het ware al op het grotere groepsniveau aanwezig is, zodat je sneller als een team up to speed bent. Hey, maar hoe als dat is waar je in gelooft, hè, wisselende samenstellingen van teams, afhankelijk van wat je wil bereiken. Ja. Jullie eigen bedrijf. Hoe is jullie bedrijf georganiseerd als je dat relateert aan tribes en wisselende samenstellingen? Nou, practice what you preach. Wij bouwen een tribe van eigenlijk freelancers, want we willen mensen gewoon vrij laten om meerdere dingen te doen. Die met ons in tijdelijke klussen aan de uitrol van het platform werken. Dus zowel aan de development kant in sprints als in de community kant events organiseren, als in de implementatie kant waar we dit in de organisatie implementeren. Ja. Werken we steeds in tijdelijke teams. In part-ups, daar komt de naam om de hoek kijken. Een part-up is een tijdelijk team. En zo werken we Practice What You Preach aan de achterkant dus ook. Dus ons bedrijf is een coöperatie van freelancers die met elkaar tijdelijke teams vormen.
open voor de hele wereld. Iedereen mag daarin meedoen. En wel duidelijke spelregels van hoe wij ook tot elkaar verhouden. En hoe beschrijft die spelregels dus dan? Nou, wij hebben met elkaar een manifest opgesteld waarin de normen en waarden staan van hoe wij ons gedragen. Waarin dus dingen staan als transparantie, je werk delen, maar ook hoe ga je om met feedback en beoordelingen. En dus een aantal normen en waarden met elkaar afspreken. Hoe wij als Tribe willen functioneren en wat eigenlijk ons ook hogere doel is waarom wij dit doen. Ja, en beschrijf dat hogere doel dan eens. Nou, wij geloven dat we de wereld, de organisaties eigenlijk slimmer kunnen organiseren. Dat we nu nog een wereld runnen op organisatiestructuren van de vorige eeuw. Die hiërarchische modellen die we steeds terugkomen. En ook als er nieuwe start-ups worden gestart, gelijk weer om de hoek komen kijken van aandelen bij founders en noem maar op. Dat zijn oude modellen waarvan wij zeggen, naar een nieuwe wereld ga je in gedeeld eigenaarschap, wij noemen dat zwerm organiseren en werken. Je zet je heel erg af, ook op de sites, tegen de klassieke traditionele organisatie. Ja. En omschrijft je echt als levend in de stenen tijdperk. Is het in de werktijd niet zo dat heel veel organisaties er ergens tussenin zitten? Absoluut. Dat die werken met een vaste kern van mensen, met allemaal flexschillen eromheen, die ze natuurlijk ook op een vergelijkbare manier proberen te organiseren. Ja, zeker. Wij zien de transitie en heel veel mensen zitten halverwege in die transitie waarin ze aan het zoeken zijn naar modellen. Om hetzij binnen de organisatiesetting met zelforganisatie en sturing aan de slag te gaan. Neem ING, die al die tribes gaan doen door de hele organisatie heen. Of meer naar buiten toe. Maar het is natuurlijk wel zo, je noemt nu ING, een banksector. Is het niet zo dat je in bepaalde sectoren dit in extreem doorgevoerd, zoals jij het omschrijft, kan werken. Maar in andere, waar je toch wel gewoon een stabiele backbone nodig hebt, wat lastiger is om te realiseren. Dus dat het zich leent alleen maar voor een bepaald soort activiteit. Nou, je ziet bepaald soort activiteiten pakken dit eerder op. Waar het zich in die end allemaal voor zou lenen en waar niet, is een heel interessant experiment. Maar als je alleen al kijkt naar ING, dan passen ze zeg maar een nieuwe manier van organiseren toe binnen de hiërarchie. Dus ze houden de traditionele top, maar zeggen daarbinnen gaan we die tribes vormen. Maar bepaalde afdelingen van ING, waar ze met hele innovatieve apps en nieuwe dingen bezig zijn, die zijn helemaal gezwermd georganiseerd. Daar zit al geen hiërarchie meer in. En daar vind je dus ook die tijdelijke verbintenissen. Dus zelfs binnen een klassieke organisatie vind je plekken waar ze op een hele moderne manier georganiseerd zijn. Soms ook al in verbindingen met de buitenwereld. En zelfs ook buiten die organisaties vind je allerlei. Ja, dan wel als onderdeel van een hiërarchie. Waarbij vaak iemand in die hiërarchische relatie wel de randvoorwaarden bepaalt voor een app of de doelstelling, of soms gewoon zegt, dat wil ik. Ja. Je predikt een beetje in al je teksten, maar ook voor je eigen organisatie, dat je dat ook rustig achterwege kunt laten. Maar hoe zie jij dan dat dit soort organisaties lange termijn zich kunnen ontwikkelen, als je altijd werkt met losvaste, tijdelijke dingen? Ik zie dat al die organisaties zich kunnen transformeren naar tribes, waarin het werk in... Ja, maar laat ik jou gewoon even achterwege. Dus ik wil, weet je, laten we even niet... Dus dat verhult een beetje, weet je wel, wat ik bedoel uit je te krijgen. Want uiteindelijk, mijn vraag is, van als je een lange termijn strategie wil hebben voor een club mensen... Continuïteit. Ja. Hoe organiseer je dat dan als je alleen maar in tijdelijke projecten denkt? Je kunt ook langetermijnwerk opknippen in stukjes en juist de energie hoog houden. Dus ik doe bijvoorbeeld een aantal projecten met thuiszorgorganisaties waar op lange termijn voor een cliënt een team moet worden samengesteld. En dan knippen we het stuk alsnog op in stukjes van wie gaat deze maand deze en deze activiteiten doen. En dan wordt het team gevormd met zowel mantelzorgers, informele zorg, als professionals die voor een bepaalde periode vol commitment zeggen, we gaan deze zorg leveren. Na die periode evalueren we met elkaar en met de cliënt. En is natuurlijk ook vastigheid een rol. Maar ook de energie van alle deelnemers speelt een rol. Om te kijken of we weer een volgende fase met elkaar ingaan. En dan ga je onderzoek doen onder de eindgebruiker. Want dat hoort bij jullie uitgangspunten. De eindgebruiker bepaalt alles. Mm-hmm. Jij neemt het voorbeeld de zorg. En dan blijkt het allerbelangrijkste te zijn in de thuiszorg. Wat mensen willen, continuïteit. Dezelfde persoon aan je bed. Dat blijkt het allerbelangrijkste te zijn. Ja? Dus dan is wat jij wil organiseren dan toch juist niet van toegevoegde waarde? Nou, ik vraag me af of het allerbelangrijkste continuïteit is. Als je een persoon hebt die niet wil. Dus als er geen klik is tussen die persoon, wil ik juist geen continuïteit. Nee, maar zodra ze iemand er zit namelijk assumptie voor, zodra iemand goed is. En daar heb je nu geen keuze in. Je hebt in de huidige modellen in de zorg, komt er zomaar iemand naar je toe die jou een bepaald pakket aan zorg gaat verlenen. Maar je hebt niet een Tinder voor zorgverleners waarin je zegt van nee, ik wil een zorgverlenersecretaris. Die komen er al op. In ons model heb je zelfs een Tinder voor het hele zorgteam, waarbij je echt je hele zorgteam samenstelt. En met elkaar kijkt, hebben we een klik. Is er dan geen klik in zo'n team? Dan moet je niet aan denken dat je voor lange continuïteit vastzit aan zo'n team. Dan wil ik daar snel vanaf. Ja. Dus ja, het is je continuïteit is een belangrijke factor, maar wel als die klikker is. Is die klikker niet, dan wil je flexibel zijn om een ander team op een ander moment, in een andere fase van iemands leven, te kunnen hebben.
En dat is wat we eigenlijk bieden. Is voor mensen die dit doen, want ik heb zelf het gevoel dat, zoals Roeland zegt, in dit specifieke voorbeeld van, weet je, degene die zorg nodig hebben, die willen graag continuïteit. Ik zou willen dat misschien dat de wereld anders in elkaar zat, maar ik denk dat eigenlijk de meeste mensen die werken ook gewoon, weet je wel, willen blijven doen wat ze lekker doen, dat ze gewoon elke dag naar hun werk gaan en ze weten wat er van ze verwacht wordt en that's it. Weet je wel, ik heb het gevoel dat wat jij vraagt, wat je wil, dat vind ik een heel mooi ding, maar willen eigenlijk de meeste mensen dat wel? Willen die ook niet allemaal gewoon zekerheid, continuïteit en al die dingen? Tuurlijk, we willen allemaal zekerheid. Maar fact is, dat gaan we niet krijgen in het huidige economische klimaat. Wat heel veel mensen voorspelden als het nieuwe blijvende slechte economische klimaat. Waarin er gewoon niet genoeg banen zijn voor iedereen. Waarin er heel veel mensen zijn met een afstand tot de arbeidsmarkt. Waarin er dus op een andere manier het werk met elkaar verdeeld moet worden. En als je de zekerheid niet meer ontleent aan een vaste baan. Je bent ontslagen, maar je ontleent de zekerheid aan het feit dat er een marktplaats is met allerlei klussen. Waarbij je jouw unieke talent kan gaan inzetten, dan ontstaat er een ander soort zekerheid in de samenleving. En een zekerheid waarbij je veel meer met je hart en met je passie kunt gaan werken, ja, is voor veel mensen, voor mij, veel aantrekkelijker dan de huidige zekerheid. Wat Erwin een beetje bedoelt, en dat is een discussie die je op elk onderwerp kunt voeren over hoe het in de verschillende maatschappijen en samenlevingen gaat, is namelijk een enorme afstand die ook groeit tussen de mensen die in start-ups werken, creatieve beroepen, de vrije jongens, weet je wel. En wat een minderheid is, maar heel dominant aanwezig in de media. Daar hoor je alles over start-ups, de creatieve sector, de topsectoren, weet ik veel. En de hele grote groep van mensen die gewoon een baan heeft. Die hoor je nooit. En daar, weet je wel, en wat jij nu zegt, dat bevestigt dat dit is de manier waarop die bovenlaag zich natuurlijk gaat organiseren. Maar wat is de impact daarvan? Wordt de afstand daarmee niet alleen maar groter? De toegang daartoe wordt juist makkelijker voor andere mensen. En natuurlijk kan een bovenlaag daarmee doorgroeien, zichzelf gaan organiseren. Maar ze doen het op een transparante manier, met hele lage toetredingsdrempels, waardoor anderen dit ook kunnen gaan doen. Dus wat ik nu zie is dat grote organisaties dit denken gaan uitrollen op alle mensen. Omdat ze ook zien dat de meeste mensen daar niet met een passie naar werken. En welke organisaties rollen dit dan uit op al hun mensen? Want ik ken de voorbeelden niet, dus praat me even bij. Nou ja, we noemden net al even het voorbeeld van ING, die was als bekend. Nou ja, de voorbeelden als buurtzorg, et cetera, die zijn bezig met zelforganisatie op groot niveau. En ook, wij zijn nu half jaar live met Pardup, ons platform. Nou, maar dat klopt. Jij noemt de zorg, die ken ik toevallig heel goed. Daar zie je dat men inmiddels in de gaten heeft, dat je sommige dingen beter decentraal kunt organiseren dan centraal. In een buurtzorg, Dat is wat anders dan dat je, weet je wel, alles op in doorlopend wisselende teams zou moeten willen doen. Ja, eigenlijk, het is dezelfde manier van denken. Hè. Wat buurtzorg alleen eigenlijk doet, is ze maken vaste zelfsturende teams. Wij zeggen vaste teams. Vaste teams, precies. Wat wij zeggen, dat is een manier van denken waarbij je zegt, als je hem doorvertaalt naar de cliënt, dan wil je per cliënt, heeft iedereen een eigen uitdaging, wil je per cliënt een team eigenlijk maken. Dus nog één stap verder. En hoezo moeten al die mensen nog in dienst zijn? Wil je ze niet veel vrijer laten om ook andere klussen te gaan doen, want ze hebben veel meer talenten. Dus je gaat naar een model toe, en dat ben ik nu met een aantal organisaties aan het doen, waarin je freelancers koppelt aan zorgcliënten. En waarin je dus nog veel meer flexibeler kunt zijn. En ik zie eigenlijk al die organisaties op hun manier, al die zorgorganisaties, een shift maken naar steeds meer zelforganisatie. En sommige gaan helemaal extreem, freelance, et cetera. Anderen gaan gewoon binnen de context van een team, binnen de cliënten die we hebben, zelf keuzes maken. Hoe gaan we dit slim oplossen? Hey, zelforganisatie werkt alleen als je allemaal, tenminste denk ik dan, hè, dat is mijn eigen stelling. Maar wij zijn oud. Ja, maar dat maakt niet uit. Een oude man mag ook leren. weet je, als je dezelfde gevoel van verantwoordelijkheid voor het eindproduct hebt. Ja. Elke keer, de keren dat ik dingen heb proberen te doen met andere partijen of met andere mensen, Eén, wat mij betreft, werken samenwerking alleen maar goed als je het met de mensen goed kan vinden. He, dus je kan zeg maar nu een marktplaats starten en er staat op van dit is een goede designer en dit is een goede ding. Aan het eind van de rit, volgens mij, is het niet interessant of het een goede designer is, maar is het interessant of het goed met hem kan vinden. Ja. Weet je, dat is eigenlijk één stukje ervan. En het andere stuk is, wat ik denk van, weet je, als je een soort losvaste samenwerking hebt en die ander die heeft ook net weer een ander klusje, weet je wel, het is heel erg moeilijk om een gedeelde verantwoordelijkheid te creëren voor projecten als je met mensen werkt die allemaal ook hun eigen projecten hebben. Is dat mijn probleem? Is dat een menselijk probleem? Pardup daarbij, zeg maar, om dat te organiseren? Want daar ervaar ik een probleem. Ja, Pardup helpt je om
communities. En wij gebruiken dus die term tribes te vormen. Op dat tribe niveau heb je met elkaar spelregels. En heb je met elkaar events. En heb je met elkaar een vertrouwen opgebouwd. Zeg van, we werken aan het hogere doel. Maar mensen kunnen lid zijn van meerdere tribes. Dus ik kan me aan een één tribe committen en daarbinnen een aantal projecten doen. Maar ook binnen een andere tribe projecten doen. En op dat tribe niveau kun je een aantal van die zekerheden, van onder andere continuïteit, maar ook wat jij zegt, een goede klik tussen mensen, al borgen. Om daar snel daar binnen, in je tijdelijke teamsamenstelling, dat ook weer snel te kunnen vormen. En wij zien dus eigenlijk op ons platform allebei, kun je een los team starten zonder de context van de tribe. En part-ups, tijdelijke team starten in zo'n tribe. En wij zien eigenlijk vrijwel altijd die part-ups in zo'n tribe veel sneller. Dan heb je dat vertrouwen. Elkaar vinden, de klik vinden dan zo'n open team, waar die context niet aanwezig is. Dus die context van die tribes maakt... Dus je maakt eigenlijk je eigen zeg maar, groep waarbinnen je dan weer wisselende samenstellingen doet. Dat is het. En daar zit ook die continuïteit lag in. Oké, jullie hebben een investering gekregen van 650.000 euro. Ja. Recent, vorige week of zo. Ja, vorige week aangekondigd, absoluut. Ja, hartstikke gefeliciteerd natuurlijk. Ja. Ik vroeg me alleen gelijk af, je zei net dat jullie een coöperatie zijn. Hoe heb je dat dan geregeld? Want klassiek in jullie start-up wereld, neemt een investeerder, krijgt een percentage in een BV. Klopt. Hoe heb je dat geregeld? Wij willen heel nadrukkelijk niet dat de aandelen alleen bij founders liggen. Wij willen dat iedereen die meedoet met Partup en een bijdrage levert, mede-eigenaar van Partup kan zijn. Ja. Dat kan je niet regelen in een BV, dan moet je ook naar de notaris. En als je naar de notaris gaat, ik wil een miljoen leden mede-aandeelhouder maken, dan kijkt hij je aan. Dat kan niet, want er zit een maximum aan en dan moet ik elke keer registreren. Dus de coöperatievorm die biedt het mogelijk dat je je eigen marktplaats als het ware hebt, waarbij je certificaten kunt uitgeven. Nou, aan degene waarmee je dat wil doen. Dus in ons geval aan 12 private investeerders die in Partup hebben geïnvesteerd. Die hebben een stuk certificaat gekregen. Medewerkers waarmee wij werken, dus freelancers die werken aan Partup, die krijgen een stuk certificaten. En we gaan toe naar een model waar we ook gebruikers van de platform, die gewoon veel bijdragen, ook gewoon een stuk van de certificaten van Partup krijgen. Waardoor je allemaal mede-eigenaar wordt en een gevoel van... Het is echt van ons allemaal. Ja, maar dat betekent dat er steeds meer bijkomen. Verwatert dan iedereen in zijn aandeel in de coöperatie? Hoe werkt dat? Ja, of de totale waarde moet dus meer waard worden. En op het moment dat er bijvoorbeeld weer een nieuwe groep investeerders instapt, dan kun je met elkaar weer een nieuwe waarde bepalen voor je organisatie. Ja. En dus kan ieders geheel ook weer meer waard worden. En klassiek doen startups dit omdat ze de boel binnen 5 jaar willen verkopen en... Is dat bij jullie ook zo? Ja, bij ons is het tegenovergestelde. Eigenlijk maken we hier een verkoop mee onmogelijk. Want je moet dan bij al die leden certificaten halen. Dat willen we dus namelijk niet. Wij willen dat anderen die zeggen, we willen hier iets mee, instappen in ons model. En die doet mee of die doet niet mee. Dat is eigenlijk de keuze die je hebt. Het is niet in zijn geheel opkoopbaar. En dat is dus ook niet ons hoogste doel. Ons hoogste doel is impact maken en de wereld voorzien van een platform waarop ze zichzelf slimmer kunnen organiseren. Heb jullie vorig jaar, ruim een jaar geleden, gesproken. En je moet me even helpen of mijn herinnering klopt. Maar ik herinner me dat jij en jullie uit... Ik weet niet zeker of het Deloitte was, maar een beetje uit een van die clubs, zeg maar. Maar een klein consultancybureau. Ja, een consultancybureau vandaan komen. Dus wat was komend vanuit die wereld, zeg maar, jullie... De belangrijkste reden om dit te starten. En ik heb het gevoel dat je er steeds verder vandaan komt te staan. Absoluut. Dat was ook de aanleiding. Kijk, wij werkten in een klein consultancybureau en werden eigenlijk gevraagd door de huidige eigenaren, willen jullie bedrijf overnemen? Want zij wilden een exit maken. En toen dachten wij, ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar we willen helemaal geen bedrijf hebben en runnen. Dat is gedoe. Dat hebben we van een auto en dat hebben we van een huis. Dat is gedoe. En de volgende generatie, denken wij, die gaat anders met dat soort dingen om. En ook anders met het hebben van een organisatie. Dus wij willen niet meer een vaste groep medewerkers waarbij je, als je een opdracht krijgt, naar de minst declarabele medewerkers moet gaan kijken. Nee, we willen gewoon werken met mensen waarmee je energie krijgt aan projecten die er te doen. En op zich deden we inhoudelijk wel leuke klussen, maar de constructie waarin we dat deden vanuit een consultancybureau, die zat ons in de weg. Dus wij zijn gaan experimenteren, we zijn er dus uitgestapt, dat was de conclusie van daar wat zoeken. Wij gaan onszelf organiseren zonder organisatie. En toen kwamen we op het model van die tijdelijke teams en dan toch iets van vastigheid bij elkaar zoeken in een tribe. Ja. Maar het niet meer zo'n klassieke organisatie. Ja, dat is ook bij jullie heel langzaam gegroeid eigenlijk het idee. Want je begon gewoon met vertrekken bij het consultancybureau waar je zat. Ja. En dan doe je als één pitten wat losse opdrachten en toen ontstond de behoefte om je te organiseren. Ja, dat ging vrij snel omdat wij met deze thematiek wel de afgelopen jaren bezig zijn geweest. Dus we vertelden hier wel over, we volgden als trendwatchers wel deze beweging. Maar we deden niet practice what you preach. Ja. En toen we dat maakten die stap, laten we dan ook gelijk 100% practice what you preach gaan doen. Ja, toen is het ontzettend snel gegaan, want jullie zijn in september vorig jaar begonnen. Ja. Toen zijn we de software live gegaan sinds september vorig jaar. Ja. September vorig jaar. Ja. En dat gaat dan best wel hard, want ik zie een mooie lijst klanten, je hebt een investering. Ja. Ja, wat zijn je doelen voor het komende jaar? Nog veel meer klanten, dus er zijn grote organisaties en kleine die dit gebruiken.
hiermee internationaal gaan. Dus, en dan praten we ook over een business to consumer model. Dat is voor had je daar die investering ook voor nodig? Ja, we hadden de investering ook nodig om het platform wat we web-based hebben gemaakt ook helemaal mobile te gaan maken. Dus de apps zijn er nu, alleen we willen echt dat je platform volledig vanuit de app kunt gaan bedienen. En eigenlijk de totale. Dan zeg je dat steeds, hè? Je bent eigenlijk aan het zeggen, we zijn een app. Ik hoor je al vaker zeggen, je begint de software centraal. Ja. Je bent eigenlijk aan het zeggen, we zijn een technologiebedrijf, of niet? Is dat het verhaal wat je aan het vertellen bent? Nou ja, in de kern willen wij wel een disruptief platform zijn. Nu op dit moment zijn we ook een partij die helpt bij de implementatie van dat platform. Maar dat is eigenlijk gewoon omdat we organisaties een trucje moeten leren om zich op deze manier te organiseren. Wat wij willen als coöperatie is een beweging vormen. En volgens mij maak je het meeste impact door gewoon een platform ter beschikking te stellen. Wat voor gebruikers vanzelfsprekend wordt om zich op deze manier te gaan organiseren. Dat is het snelste schaalbaar. Wat is jullie gevaar? Want je moet, je bent nu aan het vertellen van we kunnen op een andere manier organiseren. Je hebt straks successen nodig. Nou, die kun je ongetwijfeld uit jullie platform halen. Ja. Maar waar zitten de gevaren? Want niet elke, alleen een andere organisatie zorgt niet voor meer succes of voor beter eindresultaat. Wat heb je geleerd de afgelopen anderhalf, twee jaar van het gevaar? Zeg maar? Want als jij straks de meeste mislukte projecten op je site hebt, dan kan je een mooi verhaal hier houden, maar dan ben je niet verder gekomen. Nee, absoluut. Er zijn inderdaad een paar dingen die we wel hebben geleerd van de individuele projecten. Kun je heel erg zien dat projecten ook echt serieus gestart moeten worden, concreet moeten worden gemaakt. Wat ga je doen? En ook echt mensen die aan bijdrage leveren ook echt daar serieus in moeten stappen. Als je het zomaar probeert met elkaar, dan loop je inderdaad een groot risico van wat gaan we nu eigenlijk doen? Dus dingen moeten heel concreet, een tijdelijk stapje zijn. Op organisatieniveau hebben we het platform een paar keer verkocht aan organisaties die heel erg geloven in deze visie, maar het vervolgens niet kunnen uitvoeren. Dus dan blijft het platform op de plank liggen, omdat ze eigenlijk niet durven om deze manier van werken toe te gaan passen. En dus hebben we eigenlijk pas redelijk recent, een paar maanden geleden, dus een stap gemaakt om te zeggen, nee, we verkopen niet alleen het platform, we gaan ook begeleiden bij de implementatie daarvan, om een organisatie te leren om zichzelf organiserend. Ja, ik zag het op jullie site, je biedt gewoon een consultancy erbij aan voor €5.000 in de maand en dan ga je helpen om het op de rit te krijgen. Ja, precies, gewoon een fixed prijs, want we willen geen uurtje factuurtjes meer doen, maar gewoon alles doen wat met ons eigen netwerk, om ervoor te zorgen dat zo'n organisatie ook echt het maximale uit zelforganisatie gaat halen. Hey, waarom wil jij bestaande organisaties veranderen en waarom wil jij gewoon die nieuwe organisaties oprichten? Omdat daar het geld zit? Dat is een korte termijn business overweging, absoluut. Die grote organisaties kunnen betalen. Als je net iets nieuws opstart, dan kan je dat niet een businessmodel op doen. Maar ook een ideologische overweging. We willen gewoon de wereld veranderen. En dan kan je niet zeggen, dan gaan we alleen een nieuwe wereld starten. We zullen ook de oude organisaties moeten meenemen in een transitie daar naartoe. En wij hebben echt die ambitie en het geloof dat het kan. Dat je ook oude klassieke organisaties kunt meenemen naar een nieuwe vorm van organiseren. En we zien het ook in de praktijk al ontstaan. Hey, ik heb via een klus binnengehaald en ik heb daar €10.000 budget voor. Hoe gaat het daarna in zijn werk? Als ik heb budget en ik zoek eigenlijk een team om dat project mee te realiseren. Hoe werkt het? Je zet je teamidee online en je geeft inderdaad aan, ik heb daar een budget voor. Vervolgens kun je zelf gaan zoeken naar mensen. Die kun je uitnodigen van binnen en van buiten het platform. Of mensen kunnen jouw team vinden, afhankelijk waar je het hebt gepubliceerd. Of je het binnen je organisatie hebt gepubliceerd of daarbuiten. Kan mensen ook zeggen van, hey, gaaf, ik wil meedoen. Die mensen die meedoen, die moeten daarvoor een motivatie schrijven. En jij bepaalt wie je accepteert in je team of niet. Heb je nummer 2 geaccepteerd in je team, dan heeft hij dezelfde rechten als jij weer. Dus jij, die kan dan ook weer nieuwe mensen accepteren, want wij geloven in die horizontale teams. In ons model in de toekomst toe, dat hebben we nu nog niet ingebouwd. Nu kan je alleen aangeven hoeveel geld er beschikbaar is. Maar krijg je ook crowdfunding, dus dat meerdere mensen geld kunnen gaan bijleggen op dat team. En dat je ook als team kunt zeggen, we gaan vast aan de slag. We waarderen elkaars bijdrage en na aanleiding van hoeveel punten je elkaar geeft, zeg maar, wordt het geld dan ook verdeeld. Ja. Zodat je niet allerlei trajecten vooraf hoeft te doen over uurtarieven en hoeveel uur en wie gaat wat doen. Want dat weet je heel vaak gewoon niet in de praktijk van het project. En nu is dat nog wel zo. Of niet? Als ik dat bedrag heb, zet ik op het hele project. Ja. Of zeg ik dan, ik heb voor vormgeving €1.000 over, voor de webbouwer €2.000. Hoe werkt dat? Ja, dat laten we eigenlijk los. Dus dat kun je per team kan je bepalen wel, hoe je daarmee omgaat. En dus zien we de verschillende vormen daarin ontstaan. We willen naartoe groeien, dat we ook maar software... jij vindt het een beperkte manier van naar project kijken? Ja, omdat het heel erg traditioneel watervaldenken is. Van we gaan van tevoren dus een begroting maken over wat er al moet gebeuren. Ja. En de realiteit is, het is complex, er stapt weer iemand nieuw en we gaan weer een andere kant op. En dan valt je hele begroting overboord en dan moet je al je afspraken continu herijken. Dus door het op een andere manier te gaan doen, kun je ook het geld anders gaan verdelen. Mm-hmm. Hey, even nog heel wat anders, want we zijn alweer 25 minuten bezig. Je vertelde net voor de uitzending dat je net van een meet-up komt.
Ja. Mooi de continuïteit met vorige week, want vorige week hadden we hier Esther Goels aan tafel en toen hebben we het er ook even over gehad. Die was daar, ja. Waar een aantal mensen waren om te discussiëren over het fenomeen start-up op zichzelf. Ja. Want daar begint wat kritiek op te ontstaan. Raymond van der Klein hoorden we al roepen dat start-ups, dat hij geen start-up meer wil zijn, want dat hij de spuug zat is van het ecosysteem en er niet meer bij wil horen. Ja. Daar was een meeting over, namelijk jij was daar ook. Wat vind jij daarvan en wat werd daar besproken? Nou ja, ik zie dat ook heel erg ontstaan, dat start-ups aan het hypen is, alsof het ultieme doel is om een start-up te maken. En wat daar dan bij hoort is een exit-idee maken. En dat is eigenlijk weer een soort nieuw kapitalistisch denken wat dan opkomt. En dat we een hele generatie aan het opleiden zijn met het hoogste doel is een gave start-up maken en die verkopen. Terwijl ik denk, nee, laten we daar op een andere manier naar kijken. Laten we dus veel meer coöperaties... Dat is ook de reden dat jullie het gedaan hebben zoals je het gedaan hebt. Dat zit daar helemaal achter. En dat is ook de reden dat ik me verwant voel tot het gedachtegoed wat ook Teamly heeft. En Raymond met zijn start-up, die overigens mooi aansluit op Partup. Wij vinden een team en zij doen de optimalisatie van zo'n team. Zij zitten ook helemaal op deze lijn van laten wij nou de crowd, de deelnemers, zelf eigenaar maken van dit platform. Dan laten we iedereen zien dat niet het hoogste doel van dit starten is dat wij een exit kunnen maken. Maar dat er echt commitment is. We doen dit omdat we een hoger doel hebben, namelijk slimmer organiseren mogelijk maken. Ja, dus het is niet heel raar dat wij hier de afgelopen jaar wel eens verzuchten als we weer iemand aan tafel hebben uit de zoveelste accelerator en het zoveelste marketingverhaal. Horen dat we wij zijn ook heel erg beducht tegen dat soort accelerators en dat soort dingen. Ja. Omdat wat ons betreft één richting manier, een beetje Amerikaanse start-up manier van denken is. Die niet aansluit bij een ander ecoclimaat dat we in Nederland hebben. Wat veel meer over sociaal entrepreneurship gaat. En waar dus ook andere waarden van belang zijn. Ja, gelden dan ook waarden zoals bijvoorbeeld, wat wij die discussiëren hier aan tafel ook best wel vaak. Dat je zegt, als je nou een bedrijf hebt met 10 medewerkers en je verdient keurig je geld. En je doet iets hartstikke moois. Ja. Is daar dan wat mis mee? Op zich is daar niks mis mee. Het idee is, het kan vaak slimmer. Commitment bij die medewerkers, de energie van die medewerkers die in zo'n klassiek bedrijf wonen, kan veel hoger. Dat zien we op het moment dat die zich mede-eigenaar voelen. Ja. Dus je hoort heel vaak toch die directeuren van die traditionele bedrijven verzuchten van, jee, maar waarom? Anders werken in ondernemerschap niet van de grond. Anders werken in teams, oké, dat snap ik helemaal. Want, het spreekt mij heel erg aan. Ik werk ook alleen maar aan tijdelijke projecten in wisselende teams op het moment. Maar het gaat me even om dat start-up idee, dat je altijd zo investeringen moet ophalen en moet groeien en dat je dan je bedrijf moet verkopen. Precies. Ja. Daar zie je dus ook andere ideeën in ontstaan. Is dit een tegenbeweging die aan het ontstaan? Ik denk dat dit een soort tegenbeweging is van een doorgeslagen start-up denken, absoluut. En die twee gaan elkaar ontmoeten en dan krijg je dus misschien wel een part-up denken, dus dat niet meer de start-up het hoogste doel is, maar een mooie part-up met elkaar doen. We hopen dat in het woordenboekje landt, de part-up als een gelegenheidscoalitie. Ja, nou in ieder geval, ja. Weet je wat, ik vind het super interessant hoor. Daarvoor is het, natuurlijk, daarvan ben je hier en daarvoor hebben we eerder ook gesproken. Ja, ik, weet je, misschien is het wel mijn cynische ouderdom hoor, maar wij komen allebei uit de creatieve hoek. Ik vraag me steeds af, in welke, dat heb jij ook al eerder gevraagd, maar in welke hoek werkt het nou het beste? Als je het hebt bijvoorbeeld over, ik ben heel erg geïnteresseerd in een club die heet Colony. En die zijn bezig met de blockchain. En hoe kun je bedrijven en verantwoordelijkheden anders organiseren. Interessant. En dan vraag ik me altijd af, vanuit creatieve hoek. Ik snap hem waarin je zegt, er zijn zoveel handelingen die verricht moeten worden. Er moeten zoveel pakketjes verplaatst worden. Of er moeten zo echt, bij programmeren zou je het ook kunnen zeggen. Dit zijn de klusjes die er zijn. Die snap ik, dat je die makkelijk kan opdelen in mootjes en dan kan zeggen, jij hebt er meer gedaan dan ik, dus ik verdien meer aan het eindproduct. Maar in mijn eigen wereld, hoe doe je dat met creativiteit? Weet je wel? Hoe waardeer je ideeën bijvoorbeeld? Uiteindelijk is mijn vraag, wat jij eigenlijk al eerder zei, nog een keertje, geldt dit voor elke business of is het meer geschikt voor bepaalde gebieden? Dit is bij uitstek geschikt voor die creativiteit, want het andere stuk lossen we wel op met robotisering en computers die opkomen. Dan gaat het eigenlijk wat mensen kunnen blijven toevoegen ten opzichte van computers, is dat menselijke, dus de creativiteit. En daar gaat dit hele denken juist over. Hoe kan je elkaar daarin belonen? En dan gaat het inderdaad veel meer over hoe je elkaar feedback geeft, feedbackpunten, reputatie opbouwt, een profiel opbouwt, andere dingen, sociaal kapitaal die dan van belang worden. En natuurlijk ook ergens nog een stukje traditioneel kapitaal. Ja. Maar dit gaat juist over elkaar, het elkaar belonen en beoordelen in dit soort creatieve teams. Voegde ik er nog een beetje aan toe. En dat blijf ik wel heel zorgelijk vinden, dat ik wel geloof dat er een enorme tweedeling in de samenleving aan het ontstaan is. Van computervaardige nerds die het leuk vinden om zichzelf op deze manier te organiseren. En de aannemer, de timmerman en de loodgieter die altijd in flexibele
tijdelijke teams hebben gewerkt, namelijk per project, per huis. Kijk je of je iemand nodig hebt die houtskeletbouw kan, met koper moet kunnen werken of met PVC. Je stelt je team samen en je doet een project. Maar dat ga je natuurlijk niet via een platform doen, want je kent je tribe en je belt die gast. Ben je vrij? Nee, ken jij nog iemand die goed is? Ja, kom maar. En dat is natuurlijk wel, er blijft natuurlijk de grote meerderheid van de bevolking die gewoon op die manier werkt en zal blijven werken. Ja, daar kan je over discussiëren, maar het verschil blijft de toegang tot dit soort dingen. Iedereen heeft tegenwoordig die mobiele apps, iedereen heeft de toegang tot dit soort dingen. Je besluit om mee te doen of niet, wordt niet meer zoals dat vroeger was door opleiding bepaald. Of door of je ouders rijk zijn of dat soort dingen. Maar het gaat nog steeds in het netwerk. Het gaat of je het gebruik maakt van deze manier van netwerkdenken. En dat is wel heel erg makkelijk ook op de groepen die traditioneel achterblijven toe te passen. En misschien wel juist op toe te passen. Ja, andere... doe je daar ook je best voor? Want ik maak me zorgen over die tweedeling, daarom vraag ik het. Weet je, voor mij is ook de hele... Brexit is ook weer een gevolg van die tweedeling. Weet je, het politieke klimaat in Nederland is een gevolg van die tweedeling. Weet je, doe je daar ook je best voor? Zeker. Een elitaire studentenclub te laten zijn die in alles, voor internetprojecten. In alles wat we doen stralen we uit dat iedereen mee kan doen. Iedereen kan een gratis account maken op Pardup. Iedereen kan, en het maakt niet uit hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt is. Of jij maar één talent hebt en verder volledig gehandicapt bent. Dat ene talent, dat kun je inzetten. En er is misschien geen baan voor dat ene stukje talent van jou. Mm-hmm. Maar wij laten zien dat kan in een team, geflankeerd door andere talenten, heel nuttig toegevoegde waarde bieden. Dus wij doen ook heel veel projecten daarom ook in het sociaal domein. Met zorgorganisaties, welzijnsorganisaties, gehandicapte organisaties. Goed. Om op die manier te laten zien dat iedereen een bijdrage kan leveren aan met elkaar werk als we het op een slimme manier gaan herverdelen. Ja. Mooi verhaal. Ja, ik heb nog heel veel vragen, maar die ga ik niet stellen, want anders gaan we zwaar over ons begrote half uurtje heen. Hooguit praten we nog eventjes door naar dit de eindtune. Dit is ook een tijdelijk team, dus het wordt tijd om het team weer te ontbinden. Dat is goed, we ontbinden je. Dit team. Oh, ja, gaan we verder met het volgende team. Ja, we keepen er één uit gewoon. Keepen er één uit. Hey, ontzettend bedankt man. Dankjewel. Mooi en kom gratis graag nog een keertje terug om hier verder over te praten. Jullie bedankt nu voor het kijken. Kijk je live, blijf nog eventjes kijken. Kijk je op die mand, dan weet je dat je pas over een maand of... twee jaar, wij doen ook al zomaar stop tegenwoordig. Ja, dat mag allemaal niet meer, lees ik overal. Maar wel toch als je het gewoon... vrijwillig hier op dinsdag. Als je gewoon in juli en augustus niks doet. Ja, dat moet kunnen. Bedanken 2ML voor de hosting van de website. Streamzilla uit Groningen voor de livestream. En Bier & Co. voor het bier. Wat heb je vandaag, Stekel? Easy IPA. Dat ziet er wel goed uit. Ziet er in ieder geval goed uit. Wat frisser. Prima te drinken. Ja, die is lekker. Ik vind hem ook lekker. Ik heb hem ook. Jij hebt water. Smaakt hij goed? Ja hoor. Nou hartstikke leuk. En voordat we, omdat het onze laatste uitzending voor de zomer is, laten we vandaag niet vergeten ook Martinus achter de knoppen te bedanken. Absoluut. Martinus bedankt. En Johan die altijd de gasten regelt. Ja, dan zijn we tenminste een beetje volledig. Ja, hartstikke goed. En in september gaan we het groter doen. Zo is het. Dag. Dank.